Yo, kijkers van IMT, vandaag met een nieuwe aflevering van Activia 3. En we gaan eens even kijken als we deze aflevering wel die ene scheidmissie kunnen halen. Niet als we weer random doodgaan of in één keer extra sterren erbij krijgen. Want dat is natuurlijk niet zo handig. You wanna fight? You wanna fight? Kom dan. Ik denk, waar is je busje mee? Oké, op naar de... Naar de J was het. Waarom zit hij vast? Zo'n harde collision detection heb ik helemaal niet te hebben. Tudut. Even die kant op. Wat ligt hier tussen eigenlijk? Helemaal niks. Het was echt zo'n plek waar je zou kunnen liggen eigenlijk. Ik heb een idee hoe ik nu het ga doen. Ik ga echt proberen om zoveel mogelijk van die zijwegjes te nemen en dit soort sterretjes proberen te vinden. En denk ik dezelfde tactiek. Zo snel mogelijk naar die 1 ster gaan, dan ergens achter verschuilen. Wow! Idioot. Ik rijd door. Heb ik voorrang. Jij niet jij. Oké, gaan we hier naartoe. Je mag plat van mij. Dat plat is een pannenkoek. Oké, daar gaan we. The Get Away. Volgens mij is het ook echt de allerlaatste missie in waarom Freeze mijn game hier is laden. Hallo? Goed zo, hij doet het weer. Huppel. Dit busje moet zich best wel stevig te zijn. Ik hoor sirenes. Nee, er zijn wel iets andere sirenes. Daar gaan we dan. Op naar de Get Away. Ik heb de politieauto mee kunnen nemen. Nee, dan mag je net. Wow, niet tegenaan rijden nu al. Great, ik heb nu al politie. Great, we zijn nog niet eens begonnen of ik op de politie. Oké, shake the cops. Oké, daar gaan we nu al. Echt, je kunt er rood rijden wat je wil, maar als je iemand aanraakt, dan echt meteen heb je politie op je bakkers. Of gewoon echt instant. Dat is echt zo apart. Ik word nu al kwijt. Die ging wel heel makkelijk. Zo moet het vaker gaan. Nu gaan we hier even omheen. Zoepa. Oké, einsteigen bitte. En mijn auto rook gewoon nu al. Dus ik moet eerst even een nieuwe auto jatten. Anders kan ik het sowieso niet halen. Just to the bank on the main drag. There it goes. Oh, dat is gewoon mooi. Ah nee, het regent. Wacht, die auto's kan natuurlijk niet. We moeten 4 deuren inzetten. Andere auto. Waarom spant er geen één? Laten we dat maar niet doen. Politie is echt heel veel in deze game aanwezig. Bonk. Ja, lantaarnpalen kun je ook knuffelen. Klaar. Jezus, waarom schiet je nou? De weerpolitie. Zoek een goede auto, zoals deze. Dit is nog een auto die ik nodig heb. Waar is die andere dan? Oh, die is volgens mij dood. Oh, die leeft nog. Mooi. 4 van die mannen achter in mijn auto. Dan gaan wij naar de bank. Met 3 van die mannen. Zo 4. Flits. Oeh, wordt op de foto gezet, jongens. Smile. Die kant. Zo eromheen.
Zo eromheen. Ik denk hier achter nog ergens iets zijn. Daar, die kant op. Ja, dan weet ik al. Dat was daar. Dan pakken we hier ergens. Dan pakken we dat daar achterop. Dan rijden we daar meteen door naar die kant. Dus elk klein blokje rond. Dat is het plan. Oké, we pakken eerst die ster. Dan rijden we dat blokje rond. Gewoon een vierkant blokje meteen weer. En dan pakken we die andere ster. Dat is wat we gaan doen. Dat is het plan. Dat is 1, dat is 2. Dat zijn 3. Daar. Pakken we als eerste die. Gewoon met een klein beetje politie af zijn. Dat is Uno left. Nee. Dat is Tots left. 2 politiesterren. Ik zit nog harder op een blokje rond. Gaan we hier naartoe. Hier naartoe. Nemen wij die bank. En welke kant was het dan op? Deze kant? Nee. Toevallig die kant. Die kant was het op. Ja, ik dacht toch wel eens goede kant op. Mijn auto rookt alweer. Ik zei nog zo tegen mijn garage. Ik wil geen rokende auto. Oh jee, die zat altijd dezelfde problemen natuurlijk. Met die auto's. Nee, rijd nog niet elke keer tegen mijn auto aan. Dat doe ik toch ook niet bij jullie. Hop. Prachtig, nu nog 1 ster. Ik heb ook een idee op de dag dat ik kwijt moet raken. Eerst moeten ze nu kunnen achtervolgen. Die mij kwijt zijn. Klein beetje maar. Volgens mij is de politie zo gemaakt dat ik alleen op de wegen kan rijden. Kijk, nu hoor ik ze niet meer, heb ik out of view. Dan kan ik mooi hier naartoe. Ik hoop dat ze hier geen een inspant. Gebeurt dat wel, dan ben ik de lul. Dan kan ik hier naartoe. Als ik van de politie af ben, had ik hier een taxi. Ja, ik ben van de politie af. Mooi zo, dan heb ik deze auto hier achter. Gaan we hier dus een taxi pakken. Want met die taxi kan ik dus een nieuwe auto, die beter is. Stap dan ook in. Hop. There we go. Nice car. En nou die mensen naar huis toe brengen. En nu zonder politie dit keer. Oké, daar gaan we. Hop. Oké, hier ging de vorige keer mis. Kijk, dit stuk hebben we gehaald. Nu niemand overrijden. I did it. Ze zijn in ieder geval gedropt. Is nu mission passed. Woehoe, eindelijk. Oké, nou gaan we die telefoon doen. Wow. Oké, dan gaan we die auto jatten. Zoek op de hek. Die wil ik graag hebben. Die rijdt tenminste nog een beetje. Deze auto. Oké, gaan we deze missie hier starten. Tenminste een beetje snellere auto. Die hebben we de vorige keer ook gezien, de cutscene. Die hoeven we niet nog een keer te zien. We gaan een race doen. Get a fast car and get to the starting grid. Ja, waarom rij je daar niet door? Moet ik random stil gaan staan. Auto's van tegenwoordig. Je hebt groen en blijven ze stilstaan. Ook had ik geen groen, maar vind ik gewoon leuk. Laat me de verkeersregels houden. Rijdt iets makkelijker. Mooi, dat is ook mooi groen. Deze kant was het volgens mij. Ja, deze kant. Deze kant op.
Tik, tik. Dat was nu. Op de neus. Ik moet eerst naar het dikkere stipje toe. Nee, die zit ook niet een keer zo van de baan nog. Die gasten. Voor mij kan ze op een keer beuken. Ik weet alleen niet zeker, maar zo'n vermoeden heb ik. Kijk, daar is een voorbeeld. En volgens mij moet ik eerste worden. Wow, ik ben ook nog lekker aan, jongen. Yo, crash. Oké, dan crash ik echt out of nothing gewoon. Dat ik niet echt ziek had laatste licht. Ik heb gewoon ziek had laatst. Ik heb dit groep zo verloren. Ik redde me aan. Door die paar crashjes. Die auto echt keihard rondvloog. Maar ik lijkt nog niet echt vroeg zeggen dat ik verloren heb. Dus een rechtstuk. Voor wat meer gas geven. Dus ik echt gewoon niemand meer rijden van mijn groep. Dit is wie moet racen. Ik kan geen flauw idee hoe die dan ook werkt in het begin. Oh, oh. Precies, 4 is ook wel goed, ik weet niet. Maar ik denk dat ik eerste moet worden. Oké, ik denk dat ik eerst kan vergeten. Ik zie wel hoe ik kan finishen. Nou, het iets beter is. Alleen door die ene crash. Ik moet anders hard rijden. En ik dacht van snel, 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 maar snel, snel, snel werd langzaam, langzaam, langzaam. Zo'n lantaarnpaal alleen random zo hard zijn. Al die physics van tegenwoordig. Zo slecht. Kijk, maar ik denk het rondje wel bijna klaar. Klop. Oké, okay. Hey, daar heb je er weer een. En die ging weer een heel andere kant op. Gewoon de missie opnieuw starten. Is dat geen idee misschien? Weet je niet. Die auto is niet vooruit te branden, jongen. Mission failed. Oh, ik ben een loser. Ik wil laten zien wie een loser is. Ik ga gewoon nog een keer racen. Maar weet ik precies hoe het werkt, de mechanics. Dan moet ik wel een goede bak hebben. Supercoole gangsterbak. We weten wat er moet gebeuren nu. Ook echt mooi, want het hele apparaat staat te trillen gewoon. Zo, mijn stoel krijgt ook zo te horen. Op zoek naar de juiste auto. Deze is sowieso niet. Ja. De juiste auto is soms moeilijk om te vinden. Maar hier staat er een. Deze moet sowieso. Nee, niet. Nee, niet een taxi. Jij moet die hebben. Hoppa, op naar de stad van de race. Nou, hopelijk nergens tegenaan kan knallen. Nog best wel eens wat moeite mee heb. Anders niet tegen mij aan gaan knallen. Of iets tegen mijn auto hebben. Deze kant. Ik wil gewoon bochten denk ik niet te hard gaan nemen. Tik. Eerste damage. Maar gelijk even niet te hard beginnen.
Dus dat bedoel ik, want hier begin ik al meteen met Dennis. Zo. Godsamme. Nu ben ik rennen met binnenbocht. Dus op dit crash je nog wel eentje. En dan gaan we het zien. Oké, okay, het moet wel sneller zijn dan hun. Oké, okay, hier crash je weer een. Hier crash je een tweede. Wow. Waarom slipte ik dan? Werd ik aangetikt of zo? Ik ben nu al afgelopen met de race. Ik ben nu al klaar. Ik heb iets of iets randoms aangetikt. Maar door wat? Er is ook wel eentje uitgeschakeld. Goed, ik kan sowieso nog derdes worden. Soms zijn die physics in games echt zo horrible. Oh, ik zo nog verkeerd ook nog. Zucht. Deze auto is echt zo druk. Er zit echt helemaal niks voor deze auto. Maar is het tegenwoordig zo'n streak wat ik heb? Alleen maar missies laten falen. Kijk dan dus er wel op. Kijk er dan, deze bak trekt nog niet op. Maar wegligging heeft hij wel. You can't get driving! Maar. Kaart geven. In GTA 5 had ik veel beter kunnen racen. Ik ken het tenminste nog een beetje goed. Dat hebben. Moet je zomaar random oversteken, is niet zo goed voor je gezondheid, lijkt mij. Hop, hier af. Die kant op. En wie de God geven. Mij is meestal zo tegen failed. You idiot. En ook niet in de weg. Hop, die kant op. Want was vorige keer 210 seconden of zo? Flauw idee. Hop, dan gaan we weer die kant op. Ja, dat zei ik toch, mission failed. Nou, de volgende episode. We gaan weer proberen te racen. En die race proberen te winnen. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Tjus.